est composé en deux vagues. Le matin, on fait de la fighter integration avec donc l'F-35 norvégien. Et l'après-midi, c'est l'OCU, donc la Operational Conversion Unit, qui est composé des élèves et des instructeurs belges qui volent alors. Hier in Noorwegen, voor ons is het een combinatie van surface to air en air to air. Dus eigenlijk, we gaan alles wat we in het voorbije jaar geleerd hebben gaan samengooien en eigenlijk iets gecompliceerdere scenario's gaan opoefenen eigenlijk. Ja. Je leert heel veel tijdens één vlucht en er zijn heel veel lessons learned die je dan kunt meepakken naar de volgende vlucht om je eigen te proberen verbeteren en eigenlijk om te kunnen gaan met heel veel informatie in zo'nzelfde moment. Cooperation with the Belgians is like usual, it's an immense, it's a huge help to have the Belgians here, just because more airplanes in the air creates more dynamic scenarios and better training for everyone involved. So